Welkom bij de unboxing video van de Urban Nudge Kit. Urban omdat het om de stad gaat en kit omdat het om deze doos gaat vol verschillende spullen. En nudge omdat je met deze kit kunt nudgen in de stad. Voor de mensen die niet weten wat nudgen is door kleine interventies je gedrag subtiel bijsturen. Bijvoorbeeld zoals te zien is in het project Fietszwermen van Rozemarijn Vergouw. Zij tekende lijnen, omgeparkeerde fietsen en door deze lijnen zichtbaar te maken voor de mensen, speel je in op het onderbewuste impuls van mensen een groep te volgen. En dat is ook precies wat nudges doen, inspelen op die onderbewuste impulsen. Naast deze klassieker van Rozemarijn Vergouw zijn er ook andere kunstenaars bezig geweest om fietsers subtiel een andere kant op te wijzen. En met deze kit kan je nu, als het goed is, zelf aan de gang. Dus we gaan even kijken wat erin zit. Eens even kijken wat we hier hebben. We hebben punaises en we hebben een knijptang. We hebben een instructieboekje. Gebruik de tang om alle punaises te knippen. En strooi vervolgens de punaises op de uitgekozen plek des onheils. Nou, dat lijkt me niet heel moeilijk. Parkeren buurtbewoners hun fiets voortdurend op een onhandige plek? Geef ze een subtiel zetje in de rug om een andere plek te kiezen. Zodra een fietser merkt dat hij risico loopt op een lekke band, zal hij zijn fiets namelijk ergens anders neerzetten. Ja, dat zou ik ook doen. Ja, als je ergens aankomt rijden en je ziet in je ooghoek punaises liggen, ja, dan zet je daar je fiets natuurlijk niet neer. Ik denk niet dat deze nudge per se werkt voor je huis, want dan krijgen mensen door als het altijd op dezelfde plek is, dat het geen echte punaises zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat bij bepaalde momenten, zoals een buurtbarbecue, dat dit wel effectief is. Als er gewoon eenmalig op een plek punaises liggen, dan zet je daar niet je fiets neer. Dus dit zou wel kunnen werken. Nudge 3. Eens even kijken wat we hier hebben. We hebben krijtspray. En we hebben 3 verschillende schablonen. En we hebben het instructieboekje. Neem de tijd om jouw straat te observeren. Gebruik de schablonen en krijtverf om patronen op het wegdek te maken. Hoe je dat doet, daar kun je zelf nog in variëren. Fietsers zorgen vaak voor overlast door hun fiets op de verkeerde plek te parkeren. Omgekeerd kunnen voetgangers het verkeer natuurlijk ook belemmeren door op de verkeerde plek te lopen. Deze nudge maakt al die fiets- en looproutes zichtbaar en stimuleert om binnen of buiten bepaalde zones te blijven. Deze nudge duurt natuurlijk wel wat langer om uit te zetten, maar ik kan me zo voorstellen dat hij wel een groter effect heeft. Ik bedoel, je maakt door middel van het krijtverf en die schablonen patronen zichtbaar en mensen zijn nou eenmaal geneigd om de menigte te volgen. Dus ja, een nudge die je niet even op vrijdagavond uitrolt, maar die wel een groot effect kan bereiken. Nudge nummer 1. Eens even kijken wat hierin zit. We hebben tie wraps, vrij lang.
We hebben de graag gedaan bedankkaart. En we hebben weer het knijptangetje. En we hebben het instructieboekje. Slecht gestalde fietsen vormen een groot obstakel op straat. Ken je die fietsen waarbij het voorwiel omklapt en ze op de rijbaan of het voetpad terechtkomen? Help de eigenaren van deze fiets met deze handige nudge. Stap 1. Haal de tie wrap door het oog van de bedankkaart. Stap 2. Vervolgens plaats je die tie wrap door het voorwiel en het frame, zodat het wiel weer recht komt te staan. De kaart met de tekst "Graag gedaan" legt uit dat je de eigenaar een dienst hebt bewezen. Nu wordt zijn of haar voorwiel namelijk niet platgereden. Deze nudge werkt eigenlijk meer als feedback. Want ik kan me zo voorstellen dat wanneer je een tie wrap door moet knippen voordat je weer verder kan fietsen, dat je dat wel onthoudt wanneer je weer je fiets parkeert. Voor deze nudge was ik me eigenlijk ook helemaal niet van bewust dat scheve voorwielen voor zoveel problemen konden zorgen. Dus het is een nudge die je na doet laten denken over je eigen gedrag. Nudge 4. Dus even kijken wat hierin zit. We hebben verschillende monster stickers. En we hebben weer het welbefaamde instructieboekje. Hoe schrik je ongewenst gedrag af? Maak een pasopbord met de meegeleverde stickers, waarin je waarschuwt voor monsters die fietsen eten. Doordat deze waarschuwing zo afwijkt van de normale pasopborden, zal de voorbijganger er extra van opkijken. Stap 1. Combineer de stickers om jouw specifieke situatie uit te beelden. Stap 2. Plaats het bord vervolgens buiten op de plek waar je bepaald gedrag wilt veranderen. Dit is meer een ludieke nudge die speelt met de verwachtingen van een normaal verkeersbord. En die inspeelt op je kinderlijke fantasie. Het zou bij mij in ieder geval wel werken als ik zo'n bord zou zien. Ik zou er eerder op afgaan dan een normaal verkeersbord. Er zit nog een 5e gouden nudge in de doos. Die laat ik nog even zitten. Want ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben gekregen in het nudge als ik. En willen jullie nog meer informatie over urban nudging, dan heb ik hier onderin de link staan. En ik zou graag in de comments van jullie horen wat jullie van deze video vonden en welke nudges jullie zelf graag willen proberen en hoe die zijn uitgepakt. Bedankt voor het kijken.